Dit is hem dan, nu nog op Rotterdamse bodem, maar vanaf 1 mei de nieuwe politiebaas in Amsterdam, Frank Pauw. Wat wordt het voor baan vanaf 1 mei? Een hele spannende baan, een hele uitdagende baan en een hele mooie baan. Ja, maar wat er dan bijvoorbeeld spannend, uitdagend of mooi aan wordt, houdt hij nog even voor zich. Inhoudelijk op de zaken vooruitlopen wil de politiechef nog niet. Wat is uw beeld van de hoofdstad? Ja, ik ken natuurlijk Amsterdam uit de media, maar laten we nou heel eerlijk zijn. Ik denk dat de eerste periode echt is om de stad en de andere steden rond Amsterdam. Het gaat om de eenheid Amsterdam. Te leren kennen, de mensen te leren kennen, problematieken, wat eraan gedaan wordt. En dan pas echt een oordeel te vellen van welke rol ik daarin kan betekenen. Pauw is geen onbekende binnen de politie. En zeker niet in Rotterdam, waar hij rond de eeuwwisseling al actief was als wijkchef. Na een uitstapje als plaatsvervangend korpschef in Den Haag, keerde hij in 2010 terug in Rotterdam als hoofdcommissaris. Eén ding is duidelijk. Bij de Rotterdamse agent is Pauw in elk geval geliefd, vertelt deze verslaggever van RTV Rijnmond. Nou, hij wordt wel vooral omschreven als echt een politieman van de straat. Hij is veel op straat, geen bureaucraat. Wat ook wel grappig is om te zeggen, hij heeft nog steeds zijn schietvergunning als een van de weinige politiechefs. Dus hij kan in principe nog steeds de straat op. Politiemensen zeggen, ja, hij is een van ons. Het is niet iemand die van achter een bureau de zaak bestuurt, maar echt iemand die erbij is. De nieuwe hoofdcommissaris heeft wel een eis gesteld aan zijn nieuwe baan. En dat is meteen een opmerkelijke. Hij wil niet in Amsterdam gaan wonen. Ja, ik ben een gewone sterveling. Ik heb geen geld om mij in te kopen in de Amsterdamse huizenmarkt. En ik heb met de burgemeester afgesproken dat ik reken mij af op mijn aanwezigheid in de stad. Ik heb in al die jaren hier in Rotterdam ook nooit in Rotterdam gewoond. En er is niemand geweest die mij hier gemist heeft vanwege dit feit. Maar het is eigenlijk dus vanwege de huizenprijzen in Amsterdam, zegt u, daarom kom ik niet in de hoofdstad wonen. Volgens mij verdient u ook niet zo slecht, toch? Ik verdien zeker niet slecht, maar de huizenprijzen in Amsterdam, die zijn natuurlijk gigantisch. Ja, oké. Okay. Maar je hebt ook niet zoiets van, het is wel goed als ook iemand die de leiding heeft over de veiligheid, dat hij ook gewoon zichtbaar is in de stad? Nou, maar daarom zeg ik ook, reken mij af op mijn aanwezigheid. Ik denk dat mensen hier in Rotterdam zullen zeggen, hij was hier aanwezig, hij was zichtbaar en nooit in Rotterdam gewoond. Pauw is de opvolger van Albersberg, die sinds 1 februari de nieuwe NCTV, de Nationaal Terreurbestrijder, is geworden. Pauw was direct al de gedroomde opvolger, maar zijn officiële benoeming liet nog wel even op zich wachten. Hoe denk je dat dat komt, dat het zo lang heeft geduurd? Nou, er worden verschillende redenen genoemd. Hè? Omdat hij in Den Haag wil blijven wonen, dat zou in Amsterdam niet zo lekker liggen. Daarnaast was hij hier ook gewoon heel erg geliefd en is er wel druk op hem uitgeoefend van blijf nu. Tegelijkertijd wordt hier ook wel gezegd van ja, hij is in Amsterdam nu harder nodig dan in Rotterdam. Volgens mij hebben jullie wel wat problemen met mokromafia en dat soort dingen. Waar nu gewoon een stevig iemand nodig is. En ja, wat hier wel wordt gezegd, wat burgemeester Aboutaleb ook gezegd, hij is gewoon de beste die er op dit moment is. Dus dan moet hij maar naar 020.